zijn hier bij het Natuurhistorisch Museum. Een belangrijk museum aan het Dubbelsketplein in Maastricht. Bij weinig Maastrichtenaren bekend. Een prachtige collectie. Vroeger was dit een klooster, een Grauzusterklooster. Het is een groep die uit Hasselt kwam en die hier zieken en andere mensen die hulp nodig hadden, verzorgde. Dat is in 1920 is het Natuurhistorisch Museum geworden. Hier is een belangrijke collectie ondergebracht. In 1998 werd een Mosasaurus gevonden, Sint-Pietersberg. En die kreeg de naam Beer. En fragmenten daarvan die zijn er ondergebracht. Maar de vraag was hoe dat te doen. Nou, Beer verdiende een bijzondere plek en een bijzondere oplossing. We zullen Beer straks gaan bekijken. Hij ligt in een prachtige etalage. Het is een ontwerp van Marco Scheren die destijds werkte bij een architecte. De geschiedenis van deze kubus is begonnen eigenlijk met een graafmachine in de Ensie. Daar vond een graver zwart steentje. En dat triggerde hem en heeft een paleontoloog erbij gehaald. En die paleontoloog was Rudy Dortangs. En er bleek dus een hele schedel gevonden te zijn van een zogenaamde Mosasaurus. Hij moest natuurlijk het museum in, maar hij kon het museum niet in. Want ze hebben dat moeten stabiliseren, die hele schedel, met beton, een betonpakket van 6 ton. Dus toen was het probleem, hoe krijgen we die hier binnen en hoe kan die hier binnen staan? Dat gaat niet, constructief gaat het niet. Dus hij moest op de binnenplaats gepositioneerd worden. En men heeft ons gevraagd om daar een soort... ja, eigenlijk een mausoleum voor te bedenken. De laatste rustplaats van Beer in een soort mausoleumachtige setting. En het moest een soort pareltje worden natuurlijk. Het is een museum, het is een prachtige tuin hier van Mienruis. En daar is hij in komen te staan. We wilden een kubus maken die maximaal uit glas bestond. Dus waarvan aan de buitenkant niet allerlei profielen waren toegevoegd, maar dat het glas eigenlijk koud tegen elkaar aan werd geplaatst. En dat zien we ook hier. Hè. De glazen panelen zitten tegen elkaar, er zit alleen maar een klein kitnaadje tussen. En dat wilden we wilden daar geen profielen hebben, want anders krijgen we een hele rasterwerk van profielen. En dat vonden we niet mooi. Daarbij wilden we ook gewoon de constructie laten zien. Even druk in de knopen, trek in de stangen. Dus dit is een constructief principe. Even daar is het mee opgebouwd en het glas wordt hier zogenaamd structureel toegepast. En dat zorgt voor een bepaald lijnenspel waarin we zien, dit zijn de opgaande, eigenlijk de kolommen die erin zitten. En die gaan over in een rasterwerk in het plafond, waarin beide de X- en de Y-as elkaar ontmoeten. De kolommen zijn overigens gedrukte ronde kolommen. We wilden ovale kolommen hebben. Die waren niet in de markt te krijgen destijds. Dus we hebben die laten drukken van ronde kolommen. Deuren zijn van kortenstaal uiteraard. De rasterformaat is 1,20 bij 1,20. Dat wil zeggen dat de deuren dus ook 1,20 bij 3,60 meter werden. Dat moest natuurlijk ook wel wat zijn, zo'n deur. En niet 2,40, maar we wilden toch... Als je naar zo'n voorname fossiel komt kijken, moet dat ook een voorname deur zijn. Buiten dat deze ruimte geconditioneerd wordt, er komt lucht in, er gaat licht uit, worden ook de vitrines per vitrine geconditioneerd. Dat wil zeggen dat hier in dit hoekje
lucht in wordt geblazen en aan de andere kant wordt lucht afgezogen. Dus daarmee blijft die temperatuur ook in de vitrine stabiel. Dat is ook voor deze vitrines het geval. Het zijn natuurlijk allemaal heel delicate objecten. Daar gaat lucht in via deze buis en er wordt lucht afgezogen via de andere poot. Zo'n glazen kubus vergt natuurlijk toch wel enig onderhoud. Dat wil zeggen dat de glazenwassers, daar zijn contracten mee afgesloten om dat op regelmatige tijden te doen. Het dak hebben we voorzien van een noppenstructuur waardoor de vervuiling iets gemaskeerd wordt. De kubus heeft dienst gedaan ook als item bij de rondgang van Maxima. Toen Maxima werd voorgesteld aan de provincie in 2000, toen was hier de voormalig directeur Douwe de Graaf zo slim om te zeggen, ik heb wel een object wat aardig is om te zien. En dat was de kubus die toen net klaar was. Wij mochten Maxima, de architecten mochten Maxima geen hand geven. Wij hebben achter het glas gestaan, maar Rudy Dortangs, de vinder van de schedel, mocht dat wel. Veel mensen die in deze buurt wandelen, die hebben het misschien niet in de gaten. Die moeten op een bijzondere plek staan om deze glazen kubus te zien. En het gaat hier om een surprise, architectonische surprise. Het is een soort bijou waarin kwaliteit van architectuur tot uitdrukking komt. En het is fantastisch om dat een keer te bezoeken.